Kijk ook zeker de video over deze ongelijke verdelingen eens opnieuw wanneer we de som en de verhouding kennen. Op een spelletjesnamiddag spelen Birma en Nel veel spelletjes. Ze spelen er 25 in totaal. Birma wint 1/4 van de spelletjes die Nel wint. Hoeveel spelletjes winnen ze elk? We beginnen met wat we weten te noteren in het vraagstuk, in het schema. Nel en Birma, die samen 25 spelletjes spelen. Hier zien we dat Birma moest staan, want zij wint er 1 van de 4. En Nel wint er natuurlijk 4. Een vierde deel. Birma 1 deel en Nel 4 delen van de 25. 25 gaan we dus delen door 1, 2, 3, 4, 5 delen. En dat is 5, dus dat betekent dat elk deel 5 spelletjes zijn. Nel wint dus 4 keer 5 spelletjes, dus zij wint er 20. En Birma wint maar 1 keer 5 spelletjes. Dus Nel wint 20 spelletjes en Birma 5. Het aantal uren dat Valentijn en Chris sporten per week verhouden zich als 4 tot 3. Samen spelen ze 14 uur per week. Valentijn en Chris. 4 ten opzichte van 3. Valentijn heeft dus 4 delen. En Chris 3 delen. Samen sporten ze 14 uur. We tellen de vakjes hier 4 en daar 3, dus dat zijn er samen 7. Dus we gaan die 14 delen door 7 en dat is 2. Dat betekent dat Valentijn 4 keer 2 uur sport en Chris sport 3 keer 2 uur. Dat is 6. Ja, die 2 mag hier ook gerust in noteren. Het antwoord op de vraag is: Valentijn sport 8 uur per week en Chris 6 uur. Hier moeten we het zelf tekenen. In de omnisport zitten 5 keer zoveel jongens als meisjes. In totaal zijn er 72 kinderen. Hoeveel jongens en meisjes zijn er in de omnisport? We starten weer met jongens, meisjes die samen 72 uur sporten. Hoeveel delen doet elk? De jongens doen 5 keer zoveel sport als meisjes. Dus we maken hier 5 delen. Ja, en de meisjes doen 1 deel. Dan gaan we die 72 delen door het aantal vakjes. Hier zijn er 5 en daar eentje, dus dat is 6. 72 kan ik delen door 6, want ik splits in 60 en 12. 60 delen door 6 is 10, 12 delen door 6 is 2, dus samen is dat 12. Dus elk deel bevat 12 kinderen. Hoeveel jongens zijn dat nu? Dan gaan we 5 keer 12 doen. En de meisjes, dat is 1 keer 12. Dus dat betekent dat er 60 jongens zijn en 12 meisjes. Yara knutselt een ketting van kralen. Voor elke 4 rode kralen gebruikt ze 1 witte en 1 blauwe kraal. Dus eigenlijk maakt ze een soort patroon. In totaal gebruikt Yara 56 kralen. Maar hoeveel kralen heeft ze van elke kleur nodig als ze dit patroon wil maken? Doen we dat nu? We noteren een aantal rode, witte en blauwe kralen. Samen zijn dat er 56. Ze maakt een patroon van 4 rode. Dus zijn er 4 rood.
Ze gebruikt in haar patroon 1 wit en 3 blauwe. Dat betekent dat ze die 56 kralen gaan verdelen in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delen. En 56 gedeeld door 8 is 7. Dus elk deel bevat 7 kralen. Dat mag je hier ook innoteren. En dan gaan we eventjes een bewerking maken om te zien hoeveel rode er zijn, blauwe, ja, en de witte zijn duidelijk. Het aantal rode is dus 4 keer 7, dus 28 rode kralen. En de blauwe kralen zijn 3 keer 7, dus zijn er 21. Dus ze heeft 28 rode, 7 witte en 21 blauwe kralen nodig.